En de stad leeft in haar nieuwe ouderdom op. De geschiedenis wordt heropend, valt vol verbazing terug in de tijd. De afgelopen 2 jaar was Kees van Raak stadsdichter van Tilburg. Onlangs droeg hij zijn functie over aan Esther Porcelein. De gedichten die hij schreef zijn verzameld in de bundel Ramscheut. Ik heb mijn stad beter leren kennen. Ja, ik ben op een plaats geweest waar ik anders nooit geweest zou zijn. Tuurlijk niet. Nee. Stel je voor, op het politiebureau, in de toren van de Heikse Kerk, hallo, op het podium van 013. Toevallig was prins Willem-Alexander hier in Tilburg in Nulandstraat om Prins Heerlijk te openen. En toen dacht ik, nou, de prins die zal ook eens kennis maken met de stadsdichter. Maar de lijfwachten, die kregen er lucht van. En op een gegeven moment stond er een vent van meer dan 2 meter naast me. En toen zei hij, en wat gaan wij doen, meneer? Ik zeg, ja, ik ben de stadsdichter van Tilburg. Ik wil graag aan zijn majesteit een gedicht voorlezen. Nee, meneer, daar hebben we geen tijd voor. Dat is niet de afspraak. Ik zeg, oh, nee, echt niet? Nee, meneer, dat gaan we niet doen. En die Pipo, die bleef gewoon naast me staan. Hè? En toen kwam Willem-Alexander. Ik kwam naar buiten toe. Ik dacht, ja, nou moet het toeslaan. Maar toen zei hij nogmaals, we houden wel aan onze afspraak, meneer. Ik dacht, ja, man, welke afspraak? Maar ik durfde geen wind te roeren, want hij legde mij onmiddellijk plat op de straat neer natuurlijk. Als ik maar 1 stap in de richting van de prins zou maken. Nou, dat zijn ook van die leuke dingen, ja. In zijn houten uienok zijn stokoude jaren gekrast. De toren barst historisch. Maar zijn klokken klinken klaar. Zijn klanken die klassiek een liefde tot de dood verbinden. En bij tijd en wijlen voert de bijerdier de klepels dronken met de hemelse noten van Johann Sebastian Bach. Als ik in een gedicht zit, zeg ik altijd, dan ben ik op reis in mijn eigen hoofd. Als ik goed in een gedicht zit, ben ik op reis in mijn eigen hoofd. Want het is ook natuurlijk om jezelf te verrassen. Je schrijft niet voor een ander, je probeert jezelf te verrassen met woordspelingen, met nieuwe vondsten, met het op een andere manier tegen iets aankijken. In mijn bundel staan er dus 24 in. Maar ik heb er meer gemaakt. Ik heb de persoonlijke gedichten aan Ruud Vreeman en aan Nordanus heb ik eruit gelaten, want die passen niet zozeer bij het karakter van de bundel. En dus heb ik ook een paar andere gedichten die ik minder vond, maar wel geschreven heb, die heb ik ook uitgelaten. Dus ik heb toch minstens 30, 35 gedichten geschreven in die 2 jaar. Ja. Sinds eind vorig jaar ben ik ook gaan werken als docent inburgering. Ik geef inburgeringslessen 3 avonden in de week nu. Dus daar heb ik me nu op gestort. Nou ja, gestort. Ik ben eigenlijk ook docent van origine, zodoende. Dus dat doe ik ook. Maar het gedicht schrijven gaat natuurlijk nooit over. Ik kan wel stadsdichter af zijn, maar het blijft kriebelen. De gedichtenbundel Ramscheut van Kees van Raak ligt vanaf deze week in de boekhandel. Hoofdstuk 1. Bram komt thuis en roept zijn hond Brutus. Kom mee eens hier, Brutus, jongen van me. Ik heb iets lekkers voor je. Bram knuffelt op. En zo begint het boek dat de leerlingen van groep 5 van basisschool De Blaak zelf hebben geschreven. Het boek met de titel Waar is Brutus? Is genomineerd voor de Knetters, Griffel en Penseel. Deze prijs voor het best geschreven en geïllustreerde boek wordt zondag uitgereikt tijdens het boekenfestival Knetters Feest met Letters. Het gaat over een hond die wegloopt als ze in het bos aan het wandelen zijn. En die had hij heel veel verdriet over. Bram wil putters gaan zoeken. Lees gaan op vakantie. Hij ging allemaal leuke dingen doen, maar dat vond hij niet leuk. Het vriendinnetje van Bram, Janna, gaat dan zoeken bij alle deuren langs. Maar of ze Brutus uiteindelijk vinden, is nog maar de vraag. Het verhaal van groep 5 is niet zomaar tot stand gekomen. Vorig schooljaar heeft de klas een kinderboekenschrijfster uitgenodigd om aan de hand van een bepaald thema een boek te schrijven. En in mijn klas speelde het thema gevoel, emotie, verdriet, boosheid een hele grote rol. Dus heb ik Jolanda Horst gevonden, die workshops gegeven heeft in mijn klas. En waardoor kinderen hebben geleerd om samen met de hele klas een boek te maken rondom dat thema. En uiteindelijk heeft ieder kind zijn eigen stuk uitgeschreven in zijn eigen schrift. Uitgaande van al die stukjes is er een verhaal samengevat wat uiteindelijk gedrukt is. En denk je dat jullie gaan winnen? Dat weet ik niet, maar ik hoop van wel. Ik denk het wel. We hebben wel een grote kans. Het Boekenfestival vindt zondag plaats in Poppodium 013. En het winnende boek is daarna verkrijgbaar in de kinderboekenwinkel De Zevensprong en Selecties. Ja, ja, ja.
Stoepje op, stoepje af, pionnetje ontwijken en met scootmobiel en al de taxi in. Het Tilburgs Overleg Gehandicapte Organisaties houdt 2 keer per jaar een scootmobielcursus. De cursus bestaat uit een theorie en een praktijkles. De deelnemers leren hoe ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Ze leren ontzettend veel. Hier hebben we de WIP, we hebben vooruit parkeren, achteruit rijden, in de garage keren. Hierachter keren op een smalle straat. Ze leren hier ook in de taxibus rijden. Als ze met de deeltaxi mee moeten. Mag niet meer met de gewone deeltaxi, maar wel met de valiestaxi. Daar mogen ze nog wel mee. En daar krijgen ze hier ook oefening in. Een scootmobiel rijden is niet zo eenvoudig als het lijkt. Er komt veel bij kijken. Als je met de taxi mee moet, dan moet je zelf in die bus zien te komen. En dat heb ik nog nooit gedaan. Dus dat wou ik nou even gaan leren. En daarvoor heb ik ook al meegedaan. Dat is wel belangrijk is om dat goed te kunnen doen natuurlijk. Met terug uit met die pionnen, daar heb ik de meeste moeite mee. Ja. Ja. En niet zo vlug schrikken. Als ik dus dan moet ik loslaten en dan vergeet ik wel eens. Na het volgen van de cursus krijgen de scootmobielgebruikers een certificaat. En kunnen ze met meer zelfvertrouwen zelfstandig op pad. Wie van de Korvelseweg naar het Willem II-stadion gaat, komt ze zeker tegen. De schapen van schaapherder Dirk Gelijns uit Zevenbergen. Waar vroeger de textielfabriek Havep stond, grazen zij de grond bouwrijp. Dat gaat naar verwachting 3 weken duren. Tot die tijd hebben de schapen nog genoeg te eten. De mooie nazomer heeft ook nadelen. Zo gaat de opening van de Irene Wüst ijsbaan dit weekend niet door. De installaties kunnen met deze buitentemperatuur geen goede ijsvloer garanderen. Het is nog niet bekend wanneer de ijsbaan open gaat. De 24-jarige Jordi Sweep heeft de Tilburgse Vredesprijs 2011 gewonnen. Hij ontving de prijs voor zijn brede maatschappelijke betrokkenheid op zowel lokaal als mondiaal niveau. Zo werd hij op zijn 16e jongerenambassadeur bij de gemeente Tilburg. En was hij 2 jaar lang de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger voor de Verenigde Naties. De jury was vooral onder de indruk van wat Sweep op zo'n jonge leeftijd allemaal heeft bereikt. Wie aan opera denkt, denkt al gauw aan statige zangers en zangeressen in chique grote zalen. In de Leehaarstraat deden ze het net even anders. Hier kon het publiek, jong en oud, genieten van een operavoorstelling in een autoshowroom. Een cultureel project of een vette reclamestunt? Dit een reclamestunt, nou dat is mooi meegenomen, maar dat was niet het eerste plan. Ons eerste plan was van auto's weten we na 25 jaar. En cultuur en muziek is toch altijd een leuke hobby van ons geweest. Doen we zelf ook, dus het is een mooie combinatie dit. De operavoorstelling maakt deel uit van de thuiskamerconcerten. Autoshowroom Probaat is hiervoor benaderd door Henk Verhoeven, organisator van Stichting Kunstproject Tilburg. Wij zijn met hem in aanraking gekomen omdat 1 keer in de 3 maanden hebben wij iedere keer een nieuwe exposant in onze showroom hangen. En toen hoorden wij van de thuiskamerconcerten. Ik dacht, nou, dit is leuk, hier gaan we meedoen. Nou, zodoende zijn wij erin gerold. We liggen een beetje buiten de thuiskamer, maar we hebben een thuiskamer, een huiskamer proberen te creëren. Wat vonden de zangeressen en de pianisten eigenlijk van deze locatie? Ja, fantastisch. Wat wij doen is opera brengen, juist op plekken waar je het niet verwacht. Omdat opera iets is waar mensen vaak van denken, dan moet je heel veel voor naar Antwerpen of naar Amsterdam. En wij denken, nee, opera is zo dicht bij de mensen dat we het zelfs ook in een garage of een boerenstal kunnen doen. Is dit niet de vreemdste plek ooit? Niet de allervreemdste. Tussen de koeien was nog vreemder, want die zongen mee. Dat was ook heel leuk, maar wel bijzonder. Waar zou het duo nog graag willen optreden? Onder een brug in Tilburg, waar het publiek allemaal in bootjes zit. Publiek in bootjes, goed idee. Ja, dat is waar, goed idee. Behalve de organisatie en de artiesten was ook het publiek enthousiast over de voorstelling in de showroom. Ja, ik vond het heel erg leuk. Het was vooral omdat het Nederlandstalig was. Dus het gewoon, kon je het heel goed volgen en het was een leuk verhaal. Wat vind je van de locatie? Het is geen alledaagse locatie van opera. Nee, zeker niet. Het is een kleine setting, maar het heel leuk aangekleed. En eigenlijk gewoon, je zat zo in het verhaal. Ze hadden het gewoon goed gedaan, dus dat was prettig, heel leuk.